eten, fijn eten, maken van eten, de passie die erachter zit. En helemaal met Jeune Restaurateurs, dat is een club, ik ken ze niet gepassioneerder dan dat, ik vind het echt prachtig. We staan hier in onze moestuin, ongeveer 1000 vierkante meter. We hebben hier tussen de 100 en 125 soorten groenten, fruit, kruiden, bloemen staan. Een paar keer per jaar maken ze een blogger-vlogger tour. Dat doen ze per regio en dan gebruiken ze het eten uit die regio zeg maar, als thema voor de dag. Dat was vorige keer de Oosterscheldekreeft in Zeeland, ja, nu Limburg de asperge tour. We gaan zo meteen naar Livar, de varkentjes bezoeken en daar wat proeven. We gaan nog aspergevelden bezoeken en we gaan nog naar een bierbrouwerij waar we nog een Limburgs biertje krijgen. We staan hier in echt op de Livar abdij eigenlijk. De varkens die lopen hier overal rond te scharrelen. Dat is een van de dingen die we vandaag aandoen in de JRE Blokkersreis. Als je in Amsterdam of die regio zit, dat is alleen maar, ja, je weet ik bedoel, drukte. Toevallig sprak ik laatst mensen die zeiden, ja, wij gaan af en toe vanuit Amsterdam, gaan we een paar maanden gaan we naar Brabant om even los te koppelen, zeg maar. En dan merk je wel, ja, je ziet het hier ook, en dan zie je het ook al bij de asperges. Ja, dit is gewoon een fantastisch grond, het is van ja, rust, het straalt het ook uit. Het zijn allemaal regio's die culinair gebied heel veel te bieden hebben. De restaurants, de producten die er vandaan komen. Er is gewoon heel veel gevoel met wat er uit de omgeving gehaald wordt, wat er vroeger gedaan werd. De imkerij, de mensen die hechten daar waarde aan. Je voelt het, je ruikt, je proeft het. Het is gewoon, je wil meteen beginnen. Maar kom. Nou, we zijn hier vandaag omdat de JRE 25 jaar bestaat en wij als partner van de JRE vinden dat ook heel belangrijk om daar ook aandacht aan te geven en we vieren dat ook met de JRE samen. We werken heel veel met de familie Swinkel samen. Ze zijn echt super aan het groeien en ze hebben ook steeds meer aparte bier waar we ook steeds meer mee aan het koken zijn. En dat is wel super interessant. We geven echt wel een extra dimensie aan de gerechten. Het zijn twee mooie ambachten. Bierbrouwen is eigenlijk ook een vorm van koken. En koken is iets heel moois samenbrengen, mooie gerechten samenbrengen. Zo hebben wij mooie hoppen samengebracht. En vandaag maken de koks kennis met ons manier van koken. Maar wij ook kennis met de manier van koken van JRE. Een unieke combinatie samen.